Mijn handen hebben soms een eigen mening en doen dan dingen die ik helemaal niet wil. Mijn knieën zijn al jarenlang een puinhoop en ik heb een heel raar vlekje op mijn bil. Als ex-roker spreek ik zeker voor mijn longen, maar dat is dan wel mooi mijn eigen schuld. Darmen zijn constant met lucht gevuld. Aan mijn nek is heel wat afgesleuteld. En nu zit de boel met schroeven aan elkaar. En dan heb ik ook nog psoriasis. Het doet niet zeer, maar het slaat wel raar. Ik drink te veel en dus mijn leven werkt ook niet meer op volle kracht. Weten door mijn teken, en dat heeft ook weinig goeds gebracht. Ik heb ook nog een kwaaltje aan mijn nagels, maar ja, daar is nog geen remedie voor. En ik hoop dat ze ooit iets zullen vinden voor de buurtdoos die ik soms weer in mijn oren. Ga maar naar Aria, maak je om mij beslist geen zorgen. De kratende wagen die het langst loopt en een onkruid dat immers nooit vergaat. En gelukkig heb ik nog mijn eigen tanden, maar ja, eerlijk gezegd op eentje na. En lopen gaat nog steeds zonder rollator en de Viagra ligt verzegeld in de laag. De beste gaat als eerst, is het gezegde. En ik heb van mijn leven nooit gedeugd, dus word ik zeker 120 met als straf het verlangen naar